een wereldrecordpoging aerobics met ouderen ter ere van het lustrum van de Medische Faculteitsvereniging der Amsterdamse Studenten, studentengeneeskunde aan de UvA. We vinden het belangrijk om de ouderen in de spotlight te zetten, omdat er ook in ons curriculum geneeskunde naar onze mening niet genoeg aandacht aan besteed wordt. En later krijgt iedere arts te maken met de oudere patiënt. Het is een geweldig impuls om eens te laten zien dat ouderen natuurlijk supergoed kunnen bewegen. En hoe belangrijk het is dat je gewoon beweegt, juist als je ouder bent. Overigens ook voor de jongelui, maar ouderen ook. Want ik heb jou gemist net tussen de mensen. Ja, ik moet die twee keer dat verhaal houden. En als ik nou daar staat te zweten, vind ik het een beetje klef worden. Maar anders had ik zeker meegedaan. Het was trouwens zo met die muziek, je kunt bijna niet stoppen met bewegen. Hè? Je moet meedoen, dus ik moest me echt afremmen. Ik denk, als je naar de studenten kijkt, dat ik zou zeggen, kom ook eens uit je stoel. En niet alles met de metro en dan hier naartoe schokken voor de lift te staan. Nee, die trappen. Maak een actieve leefstijl. En dat is toch ook naar de jeugd kijkt. Is het door de sociale media, de games. Iedereen zit gewoon lekker op zijn iPhone. In plaats dat je denkt, nou, ik ga er nog eens even tegenaan. Kijk, vroeger moest ik op de fiets naar mijn vriendinnen en vrienden. Ja. Tegenwoordig kun je ook denken, ik blijf thuis. Ik zit gewoon op mijn WhatsApp en het is ook wel mooi geweest voor vanavond. Gaan jullie over tientallen jaren dit record verbreken? Als we zelf senior zijn? Nou ja, ik hoop het. Ik hoop dat we dan dit nog steeds gaan doen. En nu blijft onze focus eerst voor de commissie nog, voor de komende activiteiten. We hebben nog een sponsorloop, we hebben nog een feest, we hebben nog van alles waar we nog druk mee zijn. Maar eerst dan de advocaat nu? Ja, eerst een glaasje advocaat. Dat kan ik wel gebruiken nu. Ja.